worden, jongens. In procenten, Mathieu, hoe ver is de batterij opgeladen? 100% denk ik. De batterij zit zeker nog vol. Ik heb op zich nog niet zo heel veel wedstrijden gereden, maar de wedstrijden die ik heb gereden hakken er wel in natuurlijk. Ik kom hier wel tegen een ander soort renner terecht die hier ook een doel van hebben gemaakt. Dus het is voor mij ook even afwachten hoe het loopt. Ja, hoe is de ideale koers? Hoe verloopt die vandaag? Ja, dat is moeilijk te voorspellen, zeker hier. Het is echt wel een chaoskoers als ik het zo mag noemen. Heel smalle banen, heel veel draaien en keren, maar op zich doe ik dat wel graag. Dus ik denk de wedstrijden die geweest zijn liggen mij waarschijnlijk nog net iets beter, maar ik heb er wel zin in om vandaag te zien waar ik ga. Goed. Dank je.